De cursus bedrijfsbeheer is eigenlijk een initiatie, een basiskennis om toekomstige zelfstandige ondernemers de nodige kennis bij te brengen, de nodige tips, trucs en technieken, maar ook valkuilen bij te brengen over wat het ondernemerschap betreft. Ik heb juist mijn opleiding van medisch pedicuur afgerond en nu had ik graag zo snel mogelijk in orde geweest voor als zelfstandige in bijberoep te beginnen. En daardoor heb ik gekozen voor deze cursus bedrijfsbeheer. De cursus is zeer doelgericht, omdat er ingespeeld wordt op die items die nuttig kunnen zijn om de slaagkansen voor het examen in Brussel te verhogen. Het ging dus over bijvoorbeeld gemengde uitgaven. Je hebt beneden een pand dat je bijvoorbeeld betrekt als voor professionele, voor zakelijke doeleinden. En boven woonde, boven kijkt er straks naar de voetbal enzovoorts. En dat is privé. Je krijgt wel bijvoorbeeld een factuur van Electrabel, van Belgacom, van het water, noem maar op. En je moet die uitgaven volledig betalen, maar je moet ze wel uitsplitsen. Want dat is een stukje kost voor je zaak en een stukje privé dat je niet van je zaak mag aftrekken. Ja? Hoe boekt je dat? Ik denk dat de meeste mensen die de cursus komen volgen, zijn mensen die op vrij korte termijn met een zaak willen starten. Die kiezen niet voor de allergemakkelijkste oplossing, want het is eigenlijk op 5 dagen vrij intensief de cursus komen volgen. De leerstof moet verwerkt worden, maar het succes dat de mensen achteraf oogsten, is des te beter. Omdat ik graag snel zou beginnen, heb ik deze cursus eruit gekozen, zodat ik op 14 dagen tijd mijn diploma zou kunnen hebben. Wat zijn liquide middelen? Een kas. Alleen dat? Dat je in de kas hebt, maar ook hetgeen dat op de bank staat. Dus hetgeen dat je direct beschikbaar hebt waarom te, om wat te doen. Om te werken met je geld om wat te doen bijvoorbeeld. Niet om zelf op te doen, dat kan ook. Maar om wat te doen. Waarvoor gebruik je uw rekeningcourant meestal? Betalingen. Leveranciers betalen. Hè? Enzovoort. Kosten die je hebt enzovoort. Ik vind het wel een aangename les en een aangename leraar. Dat is toch wel leuker voor thuis avonds te vertrekken als je weet dat er een aangename mens voor u staat. Het juiste product tegen de juiste prijs. Juiste prijs, daarmee bedoel ik de betalingsbereidheid. Ja? Ik koop een andere auto, maar ik geef er niet meer aan dan, zoals ik u gezegd heb, 25.000 euro. Ik kan er niet meer aan geven. Voilà. Dus ik zoek zo een. Dat is mijn target market. Sommige wetgeving verandert enzovoort. Wij bieden eigenlijk de meest up-to-date informatie aan in de cursus. Dat is ook een voordeel. Bovendien hebben de mensen, de cursisten, ook de mogelijkheid om thuis nog supplementaire oefeningen te maken via de computer. En dat is toch een prachtige faciliteit die via de ondernemersschool wordt aangeboden. Ik ben er zeker van als ik na de les of zo of tijdens de pauze naar de leerkracht ga, dat ik op mijn vragen een antwoord zal krijgen.